hebben eigenlijk alles veranderd. De hoofdstructuren zijn gebleven, dus de buitenmuren, het dakgebinte. Maar eigenlijk al de rest is eigenlijk volledig verbouwd. Dus dat wil zeggen nieuwe vloerplaten, uitrechten van bestaande roostringen. We wouden er ook een energiezuinige woning van maken. Dus we hebben gekozen voor fotovoltaïsche cellen, een zonneboiler. Dus om toch echt een ecologische woning te maken, hebben we ze ook zodanig geïsoleerd dat dat zich ook toeliet om de woning te verwarmen op lage temperatuur. Ook het nieuwbouwstuk waar dat we nu zitten voldoet eigenlijk aan de hedendaagse normen van nu. Wat belangrijk was, was dat de oude woning heeft zijn stijl en die wouden we eigenlijk wel bewaren, omdat het wel een mooie woning is. Er zitten nog veel ornamenten, schouwen, verdreven trappen. Dat is eigenlijk allemaal zeer mooi, allemaal handwerk. Zodanig dat het eigenlijk een mix is van hedendaagse architectuur met authentieke, oorspronkelijke elementen. Ik heb een bureau die toch in contact staat met mijn man zijn bureau, zodanig dat we daar eigenlijk samen gezellig werken. We hebben een heel leuke bijbouw die eigenlijk dient voor alle extra's, de bar, de sauna, de hammam. Er is een zwembad voorzien. Dan hebben de kinderen op het eerste verdiep een eigen verdiep, dus die hebben daar eigenlijk een eigen badkamer, een eigen slaapkamer. En wij hebben ons eigen verdiep daarboven onder de zolder. Het huis zit eigenlijk zeer praktisch in elkaar en we zijn heel dicht bij elkaar altijd. Het leukste is eigenlijk de omgeving ook. Je hebt hier de dreef, je stapt hier je huis uit, je gaat joggen, wandelen in de omgeving, je zit hier direct in het groen.